Ze zijn ermee opgegroeid, door in de war gebracht of hebben er in ieder geval over gelachen. De speld. Deze satiremachine brengt sinds 2007 al aan het licht alles wat er in de wereld gebeurt op grappige wijze. Van het falen van het kabinet tot het dateleven van Gen Z. Maar hoe maak je nou echt een goede grap? Wat is de kracht van satire? En mogen we inderdaad helemaal niks meer zeggen tegenwoordig? De man die Nederland al 16 jaar op geheel eigen wijze nieuws brengt, is vandaag bij ons de gast op de bank. Mogen wij een groot applaus voor oprichter van de speld, Jochem van den Berg. Welkom. Hoi. Ja, ga lekker zitten. Nou Jochem, hartstikke leuk dat je langs wilde komen. Jij hebt hier ook gestudeerd op de UvA, een tijdje geleden. Jij bent hier gestudeerd toen Proof of Discussion werd opgericht. Ben je wel eens bij onze interviews geweest? Nee. Waarom niet? Ik kom niet zo heel vaak weer op de UvA sinds ik hier ben afgestudeerd. Ja. Dus ik ging niet helemaal in de lijn der verwachting in mijn week om hier naartoe te komen. Je hebt lang gestudeerd, toch? Ik heb lang gestudeerd. Hoe lang heb je gestudeerd? Ik heb eerst een acteeropleiding gedaan. Toen ben ik heel lang bij geesteswetenschappen heb ik rondgezworven. Dus ik denk dat ik totaal al een jaar of 8 of zo heb gestudeerd. Ja. Toen dat nog kon. Ja, toen nog betaalbaar was. Ja, toen dat nog betaalbaar was, ja. Heb je 4 verschillende dingen gestudeerd, toch? Theaterwetenschap, filosofie, theologie en ik ben naar de theateropleiding in New York geweest. Ja, ik heb religiestudies, kleine correctie. Religiestudies, geen theologie. Anders denken mensen dat ik helemaal uit het christelijk hoek kom. Dat is niet het geval. Oké. En wist je gewoon niet zo goed wat je wilde? Of was het allemaal deel van een soort 10 jaar? Ik was vrij doelloos soort van me aan het ontwikkelen. Dat kan volgens mij amper meer. Maar ik was gewoon dingen die ik interessant vond aan het bestuderen. Totdat ik op een dag dacht van, oh shit, ik moet wel een baan ergens gaan vinden. En zodoende kwam de speld op een gegeven moment op mijn pad. Want wat verwachtte je toen je de speld ging oprichten? Dacht je echt, dit wordt de baan voor de rest van mijn leven? Nou, ik heb dus een tijdje in Amerika gestudeerd. En ben altijd wel in aanraking gekomen daar ook met Amerikaanse comedy. En ik kende heel vaag The Onion. Wat onze Amerikaanse collega's zijn. En toen zat ik op een gegeven moment in de trein. Dit was denk ik zo einde studietijd voor mij. En toen was ik zo de metro in de trein. En toen dacht ik, oh, je moet hier een volledig fictief krantje hebben, zeg maar. Dat is veel leuker dan de metro. En toen ging ik zo van nadenken van, oké, zou je zoiets in Nederland kunnen doen? Toen ging ik onderzoek doen en toen bleek eigenlijk de meeste westerse landen heb je een satirisch platform. Verschilt een beetje in smaken. Maar Nederlandse taal en cultuur hebben een hele rijke satirische traditie in cabaret. Op de televisie hebben we heel veel satire. Maar in geschreven woord niet of nauwelijks. Dus ik dacht wel meteen van, daar ligt iets. Maar toen was het gewoon heel erg zoeken van hoe werkt dit in de Nederlandse taal en cultuur. En toen zijn we met een klein groepje vrienden eigenlijk gewoon gaan aanklooien. En soort van proberen dit soort berichten te schrijven. Het was vrijwel uitsluitend bagger. Maar we hadden een zeeën van tijd. Want je denkt als student dat je heel erg druk bent. Dat wordt nog veel erger later in je leven en dan krijg je allerlei verantwoordelijkheden en dan kan je minder experimenteren. Wij hadden best wel veel tijd om gewoon aan te klooien, maar wel met de ambitie dat het iets kon worden. Wat verwachtte je dat het ging worden? Dat ging voor het groot? Ik, in al mijn naïviteit dacht ik wel van, oh, dit kan wel een bedrijf worden. Maar ik was echt alleen bezig met het schrijven ervan. Daar totaal niet mee bezig, nog wist ik er iets van. Dus dat komt pas later, zeg maar. Maar we zijn de eerste jaren van het spel, het is alleen maar hoe kunnen we dit goed en grappig krijgen. En toen gingen we pas breder nadenken en toen ging het publiek bereiken. En een soort van, als je vanaf stap 1 een bedrijf begint, dan denk je over al die dingen meteen na. En wij hebben soort van pas na 3 jaar begonnen na te denken over
rest. Maar dat heeft ons wel... Kijk, we konden ook niet naar de bank en zeggen, ja, we willen grappen maken op het internet, geef ons geld. Dat was ook niet echt een optie, dus het kon zich zo organisch iets worden wat mensen daadwerkelijk wilden lezen. Dus pas na 3 jaar dacht je eigenlijk echt van, oh, hier kunnen we geld mee verdienen. Nou, dat wisten we ook nog niet, maar toen, toen begon het beter te worden, toen begon het ook een groter publiek te krijgen. En toen kwam op een gegeven moment de vraag van, oh ja, we moeten ook nog geld zien te gaan verdienen. Ja, en je hebt in vorige interviews ook vaak gezegd, maar net ook, dat je eigenlijk in het begin vooral bagger produceerde. Wat voor fouten maakte je dan? Waarom was het zo? Nou, er zijn gewoon een paar soort van gouden regels bij een typisch speldstuk waarbij het idee en de grap zo scherp mogelijk in de kop terechtkomen. En dan zitten er gewoon een paar wetten in de uitwerking. Maar dat is heel moeilijk om goede stijl te schrijven. Als je nog nooit echt hebt geschreven, dan... En voordat je soort van je stem hebt gevonden, creatief gezien, dat is meestal een proces van jaren en niet weken, zeg maar. Wanneer heb je het gevoel dat je dat echt had gevonden? Je stem? Nou, ik had dus filosofie gestudeerd, dus ik schreef extreem wollig. En ik ging ook over heel pretentieus over allerlei filosofen zo schrijven. En dat werd toen best wel hard afgeleerd dat het gewoon veel korter, simpeler, duidelijker moest. Dus het was voor mij eigenlijk met andere schrijvers van het spel, het was voor mij ook een soort van schrijfschool, als het ware. Ja, en kan je het artikel nog herinneren waar je voor het eerst echt trots op was? Ja, nu gaan er een soort van duizenden artikelen door mijn hoofd. Nummer 1. Je vraagt me om een soort van artikel van 16 jaar geleden op te halen. Maar was er niet een onderwerp waar je dacht van, oh, dit heb ik echt grappig op ingespeeld? Ik denk dat het pas later kwam dat ik echt naar iets kon kijken en dacht van, oh ja, dit is wel best wel goed. Maar het is ook heel misleidend, want als jij het goed vindt, betekent het echt totaal niet of je publiek het ook goed vindt. Nee? Het is meestal andersom. Als jij denkt, ik ben... Alles, al mijn talent en vakmanschap zit in dit bericht. Dit is zo goed, dit is zo actueel. Dan doet het meestal niks. En als jij denkt, ik schaam me dat ik dit heb geproduceerd als professioneel satireschrijver. En ik heb dit in 10 minuten even losjes geschreven. Dat zijn meestal de berichten die soort van gaan vliegen en alleen maar populairder en populairder worden. Wat was het laatste bericht waarvan jij dacht, wat heb ik hier nou weer zitten schrijven? Dat het eindelijk echt... helemaal is opgebarsten op social media. Even dan moet ik even de Instagram feed. De vraag ook voor maar, nou, ik bedoel ook zo'n bericht natuurlijk over het kleine notitieblokje of zo. Dat is een soort van los dingetje wat we dan vrijdagmiddag hebben bedacht. Dus, ja. Maar je eigen intuïtie over of iets goed is of niet, is niet leidend of het publiek dat ook zo vindt. Ja. Ja, en de speld brengt natuurlijk geen echt nieuws uit, het is echt satire. Dachten mensen in de begindagen van de speld wel dat het echt om echt nieuws ging? Zeker toen we nog heel onbekend waren, was dat best wel aan de orde van de dag. En eigenlijk in die verwarring, soms is het grappig dat mensen dat verwarren, maar het is nooit het doel van het spel om een soort van te misleiden. Het is een tamelijk lege doelstelling. Dus we hebben toen heel duidelijk besloten van oké, het moet overduidelijk satire zijn. In ieder geval tot zover wij dat kunnen bepalen. En natuurlijk zijn er altijd een soort van mensen die het... via sociale media in de schoot krijgen geworpen die het misschien niet meteen begrijpen, maar laten wij in ieder geval vanuit ons vakmanschap zoveel mogelijk doen dat het gewoon overduidelijk satire is. En als mensen dan toch dat voor echt aanschouwen, dan kan je dat niet helemaal voorkomen. Maar later zijn de kranten er zeg maar labels bij gaan plakken, wat ik ook niet per se bevorderlijk vind, maar dat zeg maar de hele fake news dingen, dat komt pas veel later. Je voelde wel echt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen wisten dat het niet echt was? Zeker. Ook omdat ik het... Kijk,
Ik heb heel veel interviews afgeslagen over fake news. Ik zal er nu even in twee zinnen proberen ik het even weg te schuiven. Kijk, fake news gaat over misleiden voor propagandaredenen of voor bannertjes verkopen voor geld. Satire gaat over commentaar op cultuur en maatschappij. En dat zijn twee wezenlijk verschillende dingen die misschien soms in eerste oogopslag hetzelfde lijken. Maar ik heb er altijd eigenlijk eerder afstand van willen nemen en sterker nog gewoon niet over gesproken. Omdat ik daar eigenlijk niet mee geassocieerd word. Ja, heel duidelijk. Ja. Nou, als Brian achterspelt, heb jij natuurlijk wel de sleutel tot satire. Nou, die sleutel willen wij ook graag. Dus om erachter te komen wat nou echt grappig is, gaan we even een spel doen. Oh jee. Ik zie je kijken. Ja, ik ga het wel even doen. Voorafgaand aan dit interview hebben we studenten gevraagd om een eigen speldkop in te sturen. We hebben er 5 uitgekozen. Dus aan jou de taak om ons te vertellen of je ze daadwerkelijk zou graag gebruiken. Okay. En daarvoor hebben we een leuk attribuut. Dit mooie bord met een duim omhoog en een duim omlaag. Oké. Okay. En mag ik er dan ook nog iets bij zeggen? Of? Natuurlijk. Ja, nee. Ja, ik kom er wel met toelichting. Als het goed is, schijnt het ons de eerste, het scherm. Ja, wij kunnen hem hier zien. Ja. De eerste is nieuwe hoofdsponsor UvA bekend. Shell sponsort nu al het onderzoek. Ik weet niet of je hebt meegekregen wat UvA banden met Shell heeft. Er was veel over te doen. Het zit dus vrij dicht tegen de realiteit aan, zeg maar. Dus het is, de overdrijving is maar heel subtiel. Maar ja, er zit wel wat in. Het kan ermee door. Het kan ermee door. Voorzichtig duimpje omhoog. Ja, ik doe hem opzij. Dan de volgende. Minister Van der Wal kondigt uitbreiding stikstofmaatregelen aan tegen Farm Frenzy 4. Gebruikers hebben geen idee wat de natuur hiermee aandoen. Oh, ik vind de kop nog een beetje lang. Zou je hem kunnen verkorten? Ja, dan zou ik even moeten kijken. De kop is nog een beetje lang, maar ik vind het idee wel grappig. Ja. Wordt het misschien minder grappig als je het zo voorleest? Vaak wel. Ja, hè? Je moet gewoon zijn mond dicht houden en dan het gewoon laten lezen. Ja. Het voelt ook minder grappig als je het zo uitspreekt. Ja, nou goed, je kunt lezen. Ik durf het niet meer voor te lezen. Uitgegochte boer haalt enkel van over mee te kunnen aan boerzachtvrouwen. Dit pakken ze niet meer af. Hey, hier is een beetje de vraag van wat zegt het precies? En in de commentaarzin denk ik niet zo superveel. Dus ik moet wel duidelijker waar het precies wringt, zeg maar. Ja, je wil wel duidelijk hebben wat je kritiek precies is. Maar is hier niet genoeg problematiek? Nee, het is me niet helemaal duidelijk wat het wil zeggen. Er zit nog een beetje ambiguïteit in ofzo, waardoor het denk ik niet superkrachtig is. De volgende doet het dan hopelijk wat beter. Ik zal hem ook niet meer voorlezen. Kritisch. Nou, de bingo kaart is gewoon al heel vaak gedaan. Ja? Door jullie? Het is ook bij vanavond bij verkiezingsavond, dan houden ook heel veel mensen bingo kaarten bij. Zeg maar. Dus hij zou daar, denk ik, om originaliteitsredenen er dan niet doorheen komen bij ons, helaas. Ach, dan de laatste. Ja. Over de boeren op het Malieveld. Deze hebben we daadwerkelijk zelf gedaan. Dus, echt letterlijk niet? Boeren die Malieveld ontploegen, weer netjes omgeploegd. Oh, oké. Okay. Dus dat is een hele goede. Die mag er door. Ja. Dit zijn misschien de enige die de selectie... Nou, de eerste twee zaten ook in ieder geval het positieve eind van het spectrum. Oké, okay, nou, dat gaan we nu doen. We hebben er dan nu 5 gezien en daaruit komt eigenlijk... Het moet actueel zijn, er moet iets problematisch zijn, het moet... een korte, scherpe kop zijn. Dat zijn wat criteria. Denk je echt dat er een recept is voor een goede grap? Nou, er zijn eerder bepaalde soort van richtlijnen of criteria of zo. Maar om even uit te breiden hoe het spel een beetje werkt. Het is ooit ontstaan met dingen naar elkaar sturen en in een groep gooien, zeg maar. En dat is eigenlijk nog steeds het basisprincipe. In de zin dat we werken met een soort van omgekeerde journalistiek. Dus als je journalist bent, dan ga je een reportage maken en dan gaat naar eindredacteur. Eindredacteur zet er een kop boven. En wij beginnen altijd bij de kop.
En we zijn gewoon de hele dag, worden er koppen in een gezamenlijk systeempje gezet. En daar wordt dan op gestemd. Hoeveel van dat soort koppen komen per dag er doorheen? Zeker 50. En daar percentage? Daar valt 95% valt af. Oké. Okay. Dus je moet niet getrouwd zijn met je ideeën, want dan heb je een hele zware dag. Maar dus de kop bepaalt, waarom is dat, waarom werken we zo? Omdat of iets grappig is, meestal is het een soort van eerste reactie, zeg maar. En die kan je niet echt theoretiseren. Iets is of grappig of niet, zeg maar. Sterker nog, als je het gaat theoretiseren, dan maak je het ook weer kapot. Maar lachen is een onvrijwillige reactie. En of je iets grappig vindt, is dus, ja, natuurlijk verschilt per persoon. Maar als je bij heel veel mensen die reactie teweeg heeft gebracht, dan zit er waarschijnlijk iets in, is dan de gedachte. En vervolgens komt dan, zeg maar, het vakmanschapgedeelte van, Oké, zegt dit het juiste, is het helder, kan het grappiger, et cetera, et cetera. Maar dus als je iemand hoort lachen op de nieuwskamer, denk je, we hebben een nieuw artikel gevonden vandaag. Ja, maar dat kan ook heel soort van introvert zijn, zo. of soms is het uitbundiger, hoor. Maar je wordt wel een beetje afgetraind als je het heel veel jaren doet, zeg maar. Ja, word je nooit een beetje grappig moe? Ik kan ook heel chagrijnig zijn op een dag en denk echt niks is grappig vandaag. Dat kan ik ook hebben. Komen er dan wel nog artikelen op de spel? Ja. Gelukkig zijn er dan andere mensen die niet chagrijnig zijn. Want weet je zo aan het einde van de dag nog wel echt wat grappig is, denk je? Of vinden de beste artikelen soort van plaats aan het begin van de dag? Dat iedereen helemaal scherp en is. Je bent over het algemeen creatiever aan het begin van de dag dan aan het einde van de dag. Zeker als je de hele dag nieuws aan het lezen bent. En voor de zevende keer op die nieuwssite dat bericht voorbij ziet komen, dan raakt je hoofd gewoon vol. En je hebt meestal ruimte in je hoofd nodig om creatief te zijn. Ja, en hoe selecteren jullie dan mensen? Stel, ik wil bij de Speld werken, komen jullie op kantoor. Moet ik dan laten zien hoe grappig ik ben? Of hoe meten jullie dat? Meestal begint het bij mensen die dus goede koppen insturen. Gewoon zelf naar de... Maar ook heel veel mensen dus via stages, omdat je dan een paar maanden zeg maar echt op de redactie zit. En we schrijven ook allemaal in één document, dus je schrijft echt met heel ervaren schrijvers dan. En dan maak je echt heel veel meters en dan is het makkelijkst om te leren. Er is geen satireschool of zo. Ja. Dus, maar je wil denk ik wel een beetje kijken of mensen een soort van potentie hebben, toch? Voor deze overzicht. Ja, dus ook als je stage had, dan moet je wel een stuk insturen en wat koppen. Jezelf als soort testkop haast insturen. Ja, er zijn gewoon uiteindelijk niet superveel mensen in Nederland die goede satire schrijven. En dan heb je het over 50, maar misschien 100 mensen of zo. En dan willen mensen die dit hebben ingestuurd zo meteen doorsturen naar jullie en krijgen ze dan een stageplek? Je kan het altijd doorsturen. Wat maakt iemand dan een echt goede satireschrijver? Zijn er blijkbaar niet zoveel? Het zijn meestal een beetje eigenaardige types die een kronkel ergens in hun hoofd hebben. Ik heb een soort van cabaretiers, journalisten, heel veel verdwaalde geesteswetenschappers op een of andere manier. Maar meestal mensen met een scherp observatievermogen. Met een goed analytisch brein en een scherpe pen. Dat zijn een beetje de bepaalde vereisten, zou je zeggen. Maar ik bedoel, je hebt mensen die vooral inspiratie uit hun eigen sociale omgeving halen. En je hebt mensen die heel politiek geïnteresseerd zijn en die daar goed in zijn. Ze proberen zoveel mogelijk perspectieven aan boord te hebben. Je noemt net cabaretiers. Je bent duidelijk heel goed in het schrijven van satire. Maar denk je dat jij ook bijvoorbeeld een hele goede stand-up comedian zou zijn? Ik heb nooit die ambitie gehad. Ik heb ze op de redactie rondlopen. Maar het is ook wel. Het is zeg maar op het spel is volgens mij een andere sfeer dan als je bij Comedy Train of zo zit. Waar toch een beetje een apenhul is waarbij iedereen grappiger wil zijn dan de ander. En dat is bij ons minder aan de hand, zeg maar. Is iets rustiger? Het is wat rustiger. We zitten wat meer met neus in de krant en discussiëren meer over nieuws. Dat is meer zacht. Het is volgens mij een zachtere omgeving. Er komt nu een nieuwe kop op het scherm. Deze kop is uit 2007. Dit was een van de eerste koppen die we vonden in jullie archief. Dit vonden jullie toen grappig. Ja. Denk je dat dit nog steeds grappig is?
Nee. Is een beetje pijnlijk, vond ik. Hoe verder je terug in het archief gaat, hoe minder het wordt. Dat is nou helemaal het geval, zeg maar. Dus ik denk niet dat dit het nog zou halen vandaag de dag, nee. Wat is hier niet goed aan? Nou, de gedachte is gewoon niet zo boeiend, want wat zegt het? En dan is het ook nog Koninkrijk der Nederlanden ook een beetje mwah. Dus die zou ik denk ik niet meer halen vandaag. Gaan jullie me nog meer pijnigen met de oude stukken? Misschien. En daar doen we nog geen uitspraak over. Maar dit is dus in 2007. Denk je dat humor is veranderd sinds die tijd? Ja, zeker. Ja, nou ja, humor is heel erg gepolitiseerd en heel erg in de vrijheid van meningsuiting debat getrokken. En het evolueert met de cultuur mee, zeg maar. Uiteindelijk is satire best wel een parasiterend medium. En beweegt dus heel erg mee met tijd en cultuur. Ja, goed, daar kan het publiek ook nog even over nadenken. We hebben nu wat tijd voor vragen uit het publiek. Je hebt een vraag, zit aan je hand op en dan komt er iemand naar je toe met een microfoon. En als er geen enkele vraag is. Oh, kijk, daar is er één. Met de bril. Morgen zijn de verkiezingen. We kunnen niet stemmen op Partij Tegen de Burger, maar ik vroeg me wel af hoe dat is begonnen, Partij Tegen de Burger. Ja, goede vraag. We doen het volgens mij al een jaar of 10 nu. Het was eigenlijk begonnen gewoon heel simpel met het idee wat als je Partij Tegen de Burger zou hebben. En we hadden toen gewerkt met die dus later de lijsttrekker is geworden. Maar we zochten iemand met zo'n onsympathiek mogelijke harses, zeg maar. En toen zijn we bij hem uitgekomen. En het campagnespotje is natuurlijk een prettige parodievorm om in te werken, zeg maar. Dus toen hadden we er eentje gemaakt, toen hadden we wel zoiets van, dit is wel... Dit sowieso, het sloeg best wel aan meteen. En wat we zo interessant vinden aan Partij Tegen Burger is dat het mensen aan de linkerkant van het spectrum denken altijd dat het over VVD en Forum gaat. En mensen aan de rechterkant van het spectrum denken altijd dat het over PvdA en GroenLinks gaat. Maar ze zijn tegen alle burgers, dus ze staan een beetje boven de partijen. Wat je dus altijd hoort is omdat de eerlijkheid enorm aanspreekt. Zo van, dus die eerlijkheid vinden mensen zo'n opluchting dat ze altijd zeggen, ik zou erop stemmen, zeg maar. Dus mensen zijn echt bereid om tegen hun eigen belang in te stemmen als het maar eerlijk is. En dat waren een beetje de ingrediënten dat we dachten van, hier kunnen we nog wel mee verder bouwen. En ik denk... Ook als ik er nu naar kijk, is dat we proberen soort meeste onderwerpen waar Partij Tegen de Burger over gaat, gaat meestal over het falen van de middenpartijen in de vorm van populisme, zeg maar. Als je een beetje de landelijke brandharen opzoekt, blijft het een heel rijk medium. Is er? Ja, er is er nog één. Dank je. Een satireplatform is natuurlijk best wel een niche beroepsveld. Dus nu vraag ik me af, hoe ziet een reguliere werkdag er voor u uit? Puur voor mij, reactioneel gezien. Ja. Kijk, ik moet ook allerlei management dingen doen, dus ook even niet bij lastigvallen. Maar meestal, de dag begint gewoon met 5-6 man schrijvers, redactieleden. En dan gaat het gewoon over, wat is het nieuws van de dag? Dan zit er een soort van stuk of 20, 25 mensen nog op afstand koppen insturen. En vervolgens is het dan gesprek over nieuws. Wat is voor ons het meest interessante invalshoek? En dat is dan een soort van de ochtend meestal. In de middag gaan we meestal ook andere projecten doen. Dus
We doen live shows, video's, dat soort dingen. Dus er spelen ook meerdere projecten dan alleen de stukken online voor ons op een dag. Maar je bent wel echt de hele tijd nieuws aan het lezen. Wat ook nu weer niet heel goed is voor mensen, maar dat is nou eenmaal je vak. Je zegt, er zijn ongeveer 20 mensen nog omheen, maar in totaal zijn er maar 50 koppen op een dag. Ik denk dat iedereen ongeveer 2,5 kop schrijft. Dat zijn 2 zinnen. Wat doe je de rest van de dag? Nou, kijk, de mensen die echt op de redactie werken, die doen veel meer dan de mensen die soort van, die hebben gewoon andere, zijn freelancer, die werken elders. Die doen het een beetje naast. Die doen het er gewoon een beetje naast, zeg maar. Oké, dat kan natuurlijk ook. Klinkt als een fijn beroep. Nou, het idee van die kop is ook dat mensen hebben invloed op wat de site haalt, zeg maar. Dus er zit een soort van democratische werking in. En dat houdt iedereen ook gemotiveerd om erbij betrokken te zijn, al heel erg lang. En het houdt, als het goed is, de kwaliteit hoog. Omdat als niemand iets waardeert, dan komt het gewoon niet op de site, zeg maar. Dus het is een soort van tough but fair. En het is voor een groot deel door de groep bepaald. Bij twijfel bepaal ik. Goede democratie. Is er nog één vraag? Ja, het meisje met het zwarte shirt. Hi, goedemiddag. Ik hoor je ook zeggen dat jullie werken met toch een soort democratisch systeem met wat gaat er doorheen, wat gaat er niet doorheen. Yeah. Dan hoorde ik je ook eerder zeggen dat humor toch veranderd is in de afgelopen jaren. Is er dan ook vaak discussie over niet alleen is dit grappig, maar gaat deze grap eventueel te ver of is er een soort lijn of wat gebeurt er dan, wordt er dan gestemd met z'n allen of is er dan één persoon die denkt die daarover gaat, toch een stukje ethiek of gaat het te ver? Ik probeer altijd vanuit consensus te werken en soms moet ik zelf een knoop doorhakken, dus het is een soort van imperfecte democratie. En natuurlijk zijn er ook altijd discussies over, oké, wat zeggen we hier precies mee? Zeggen we hier zinnigs mee of zijn we aan het stigmatiseren, zeg maar? Gaat dit bepaalde ethische grenzen over voor ons gevoel? Die gesprekken heb je daarbij allemaal, zeker. Het is altijd een beetje een balans vinden daartussen. Ja, er kan ook ruzie over ontstaan en oneenigheid. Dat hoort er ook bij. Dat gebeurt denk ik op elke nieuwskamer wel. dat raakt eigenlijk hier best wel aan. Maar je hebt in eerdere interviews gezegd dat je nooit grappen zou maken over dingen die heel erg schuren aan de realiteit. Bijvoorbeeld nooit een artikelkop die zegt een bom op de Dam. Zijn er andere dingen waarvan jij zegt dat je gewoon er nooit een grap over zou maken? Nee, in principe is in een bepaalde context kan je over de ergste dingen grappen maken. Lukt niet altijd, maar het kan in principe wel. Het is alleen, soms moet je het willen, kan je het af en toe afvragen, maar ik kan wel voorbeelden noemen van dingen waar het niet gelukt is of waar we... Een voorbeeld? Ik weet nog heel goed, dat is wel lang geleden hoor, maar toen was dat verhaal over die Robert M. bij die al die kindjes dingen had aangenomen. Nou, dat is zo'n ongelooflijk naar onderwerp. Daar konden we gewoon geen grap bij bedenken waarvan we zoiets hadden, dit kan wel. Later hoorde ik de grap van, het ego van Robert M. is zo klein dat hij er opgewonden van wordt. En toen dacht ik, je kan er dus kennelijk wel een grap over maken. Maar kijk, ik weet nog dat we Prins Friso was overleden en toen hadden we een heel prinsenlied geschreven. Het was niet zo smaakvol, dat hebben we ook niet gepubliceerd uiteindelijk. Dat soort afwegingen moet je wel maken. Er zijn geen dingen waarvan jij zegt, dit is inherent onmogelijk om een grap over te maken. In principe, het kan. Het is de vraag of jij de oplossing vindt op die dag. Kijk, we hebben ook met heel veel aanslagen te maken gehad waarbij je... Kijk, we zijn een actueel medium, dus we gaan op grote gebeurtenissen reageren. Dus we weten ook dat een heel groot deel van ons publiek vindt dat je daar geen grap over kan maken of dat het too soon is. Wij zien dat als een soort van heilige plicht dat we daar wel iets over moeten zeggen. Maar het is heel moeilijk omdat de emoties zijn heel rauw, er is vaak nog weinig informatie bekend. Om dan in een paar uur een goede invalshoek te vinden. Soms is dat wel heel goed gelukt, soms is dat niet zo goed gelukt. Maar het kan wel, zeg maar. En hoe zorg je dan dat je de juiste toon vindt voor dat soort
Nou, ik ben op een voorbeeld aanslag in Berlijn toen met de kerstmarkt. Ja. En toen hadden we volgens mij de kop miljoenen mensen gewend geraakt aan, aan aanslag. En dat raakt dan een bepaalde snaar dat mensen heel erg soort van een beetje gelaten beginnen te reageren. Want er waren toen heel veel aanslagen in die periode. Dus je probeert dan een soort van iets te zeggen wat niemand heeft gezegd, juist snaar te raken. Maar soms, we hebben het ook wel eens gedaan met mensen. Na MH17 konden wij niks zeggen, was alles weer verketterd. Hebben we daar een voorbeeldje van? Dat was de linker, geloof ik, gevoel van zijn mogen hebben ook verlengd. En de rechter ging over Charlie Hebdo, aanslag uit 2015. Ja. Kun je misschien wat vertellen hoe dit proces dan gaat? Ja, bij MH17 hadden we eerst een bericht over dat de Russische handelsbelangen waren overleden. En dat, toen we begonnen over handelsbelangen, dat konden ook al niet. Hoe krijg je dat dan? Reageren lezers dan van, nou, dit kan echt niet? Of? Nou ja, dat is een soort van hedendaagse cancel de speld-achtig ding krijg je dan, zeg maar. Ik vond deze, dat gevoel van saamhorigheid, dat is dan iets wat soort van in de lucht hangt, dat mensen zich heel even verbonden voelen, maar dat dan heel graag weer heel snel weer kwijtraken in politieke verdeeldheid, zeg maar. Is er ook kritische noot in eigenlijk? Ja, er zit altijd een bepaalde tijdelijkheid in die emoties. En bij Charlie Hebdo raakte het onszelf ergens. Het is ook. Soms hoeft iets niet per se grappig te zijn, kan het gewoon een soort statement zijn. En ik denk dat dit meer in een soort statement hoek zit. Maar ook dat werd ons. Ik vond het niet, zelf niet een controversieel bericht, maar het werd ons niet in dank afgenomen. Ja. Maar denk je dat het misschien ook een bepaalde luchtigheid schept? Voor de mensen die het dan wel. Soms kan satire wel lucht brengen in maatschappelijk debat, maar het kan ook juist heel pijnlijk zijn. Ja. En soms moet het ook hard zijn, zeg maar. Dus. Het kan beide kanten opgaan. Dat maakt je ook een beetje onvoorspelbaar, natuurlijk. Zorgt lachen om iets heel ergs misschien ook voor saamhorigheid? Ik denk wel dat. Ben ik eigenlijk pas later gaan realiseren, maar satire kan wel een bepaalde troost bieden of zo. Dat je, ik kon ook heel vaak naar Jon Stewart kijken en ik wist dat de wereld niet ging veranderen, maar het bood me wel een bepaalde troost dat dingen gezegd werden, zeg maar. Ja. En hoe ben je daar uiteindelijk achter gekomen over wat voor controversiële ontwerpen je wel en geen grappen kunt maken? Is dat dus door feedback vanuit je lezers? Nou ja, ik denk dat je een bepaalde gevoeligheid voor wat er speelt cultureel wel sowieso meekrijgt in je vak. En ja, sommige dingen zijn gevoeliger geworden, sommige dingen zijn weer minder gevoelig geworden dan in die loop der 16 jaar. Je zei het net zelf al een beetje, al de woke cultuur, het heel erg zeggen in het maatschappelijk debat wat wel en niet gezegd kan worden. Denk je dat dat goed is voor satire? Dat daar veel meer aandacht voor is? Rondom dit thema, zeg maar. Er is zoveel spraakverwarring en onbegrip rondom dit thema. Dat je echt. Je moet best wel veel misverstanden uit de weg ruimen. Voordat je een gesprek kan hebben, zeg maar. Over humor en noem het politieke correctheid. Ik heb zelf. Weinig met het woord woke. Ik gebruik gewoon niet. Thema's zoals ongelijkheid en emancipatie gaat er veel over, maar die term is zo vaag geworden en is een soort spook geworden wat vriend en vijand gebruiken. En dus eerder altijd het einde van een gesprek dan het begin. Wat gebruik je dan wel zelf? Je kan gewoon in termen van ongelijkheid praten vaak en emancipatie, en dan kom je er echt wel uit, zeg maar. En je hoeft ook niet de taal te gebruiken die nou eenmaal gangbaar is. Een andere misvatting is denk ik dat er een tekort aan vrije vermeningsuiting zou zijn. Historisch gezien is er nog nooit zoveel vrije vermeningsuiting geweest. Er is zoveel vrije vermeningsuiting dat we erin verdrinken.
zeg maar. We weten niet wat we ermee aan moeten eerder dan dat er een tekort is, zeg maar. Denk je dat er iets minder vrijheid van meningsuiting zou moeten komen? Ik denk dat er nu zoveel is dat het heel moeilijk is om die ruimte te bevechten aan beide kanten, zeg maar. Maar het gesprek begint niet bij er is een tekort. Er is gewoon nog nooit zoveel geweest. En we weten niet hoe we ermee om moeten gaan. Een ander misverstand is denk ik dat er heel veel censuur zou worden gepleegd in Nederland. Censuur en kritiek zijn twee wezenlijke andere dingen. Censuur is als er vanuit overheidswegen iemand op de stoep staat die jou inrekent omdat je iets hebt gezegd. De laatste keer dat is gebeurd is zeker 15 jaar geleden volgens mij bij Gregorius Nekschot. Dat werd toen later ook als misverstand bestempeld. Dus om nou te zeggen dat het glas altijd half leeg is, dat valt volgens mij wel mee. En heel vaak, als mensen zeggen ik word gecensureerd, is gewoon als ze bakken kritiek over zich heen krijgen. En dat is nou een onderdeel van het maatschappelijk debat. Kortom, zeg maar, er zijn zoveel misverstanden nu rond in dit debat, dat je komt nooit tot een zinnig gesprek, zeg maar, voor mijn gevoel. Maar vrijheid van meningsuiting, dat de discussie wat dat betreft ook meegaat over mensen beledigen. Dus waar de vrijheid van meningsuiting van één persoon ophoudt, begint de ander misschien. Ben je wel eens bang om mensen te beledigen met je artikelen? Als de kritiek gerechtvaardigd is, niet, zeg maar. Maar we denken wel, kijk, je leeft wel in een tijd waar je woorden wat weegt tot de voordeur, zeg maar. En dat je heel duidelijk weet van, hey, ik sta hier achter, hier en hier om. En niet soort van loos uit de heup schieten en later denk ik van, oh shit, dat bedoelde ik niet zo, zeg maar. Dus je denkt wel heel goed na over van, je hebt controle over de boodschap tot de voordeur. En daarna kunnen mensen het op allerlei manieren interpreteren. Dus je wil wel zo goed mogelijk nadenken over hoe duidelijk het iets is en hoe het geïnterpreteerd kan worden. Voel jij ooit echt die angst voordat je een artikel de wereld instuurt? Dat mensen niet jullie gaan cancelen? Dat je niet mensen enorm beledigt? Voel je dan een soort, is het moeilijker om satire te maken dan? Nou, ik kan me er soms wel eens ongemakkelijk bij voelen, maar als ik zelf een goede reden heb, of een argument heb, ik weet wat er kan gebeuren, het is vaak genoeg gebeurd, dat als je de wereld in hebt gestuurd en je komt in een soort van oog van de storm te zitten, hoe dat voelt. En dat is minder erg als je in ieder geval overtuigd bent van jezelf. Ik heb het dus een keer meegemaakt dat ik zelf niet aan het werk was, er iets geplaatst werd en er een soort van landelijke shitstorm ontstond. Dat was rondom aanslag in Manchester. We hadden een bericht over. Ja, aanslag in Manchester. Ja, ja. Dat ging over. Het was een ironisch bericht over de beweegreden van de dader. Want het ging over het Ariana Grande concert. Dus ja. Er waren veel kinderen ook bij. Als je hebt ironie, tragedie, massa en dan satire, zeg maar. Nou, dat is een soort recept voor disaster. Omdat je ironie is een vorm die lang niet iedereen meer beheerst, zeg maar. Dus toen ontstond er een enorme shitstorm van spraakverwarring en intentieverwarring. Heb je het offline gehad? Ik heb nog nooit iets offline gehaald. Zelfs niet toen. Nee. Nee, ja, dan moet je gewoon stilzitten en geschoren worden. Dan is er niks aan te doen. Gewoon zwijgen en hopen dat het overwaait. Nou, gelukkig werkt de media zo dat het na een week allemaal weer vergeten is. Dus. Zelfs niet? We hebben het er nu over gehad dat satire kan zorgen voor troost. Dat het mensen kan beledigen. Dat het pijn ook kan omwekken. Maar ook een beetje luchtigheid in een debat kan doen. Maar eigenlijk is het gewoon het bekritiseren van de maatschappij. Wat vinden mensen nou specifiek zo leuk aan de maatschappij uitlachen? Maar dat moet je dan toch aan de mensen vragen? Ja, jij weet het, lachen toch? Ik denk dat een van de functies is inderdaad dat er iets gezegd wordt wat jij ook vindt. Er kan ook iets gezegd worden waar je het heel erg niet mee eens bent, word je geprikkeld.
Ik denk ook heel fijn is dat er een bepaalde lucht in je dagelijkse nieuwsdieet zit, zeg maar. Dus ik denk dat het toch ook vaak is van, hey, het nieuws is dit. Ben ik toch benieuwd wat de speld daarmee gaat doen. Ik denk ook dat we proberen, en dan weet ik niet of dat wel lukt er, dat je niet cynisch, ik wil dood, de speld weer verlaat, zeg maar. Dus dat je, het is wel kritisch, het is misschien sceptisch, het maakt een hard punt. En toch denk je, oh, fijn dat ik hier geweest ben, zeg maar. En niet, oh, ik heb dit en dit gedaan en nu wil ik liever dood. Een iets vrolijkere manier van weten wat er aan de hand is in de wereld. Ook als het hard is, ja. De satire wordt vaak gebruikt als kritiek op degene die macht hebben. Willen jullie als de speld ook echt problemen aankaarten? Ja, dat probeer ik wel, ja. En denk je dat jullie als de speld ook echt invloed hebben op hoe mensen naar deze problemen gaan kijken? Dat jullie een bepaald standpunt innemen? Ja, dat is een hele lastige vraag. In principe denk ik, het is een beetje alsof je vraagt of deze 10 columnisten wat voor invloed die hebben of zo, zeg maar. Dat is wel de vraag. In de zin van, ja, je bent een stem in het maatschappelijk debat, maar een soort van wezenlijke consequenties daarvan zijn vaak miniem tot beperkt. Ik leef niet met de illusie dat ik echt de wereld ga veranderen, zeg maar, nee. Maar goed, jullie hebben wel 600.000 volgers op Instagram alleen, dus er zijn wel heel veel mensen die het spel lezen en misschien dat het je ook wat beter bijblijft omdat het een grapje is, dat je erom gaat lachen. Maar voel je misschien wel eens de verantwoordelijkheid of misschien wel eens de wens om het publieke debat een bepaalde kant op te sturen? Nou ja, bedoel, je probeert, elke keer als je denkt dat je, bedoel, we hebben die laatste Partij tegen de Burger gemaakt over Tata Steel bijvoorbeeld. En dan probeer je wel echt een soort van de boel even wat extra gas te geven om de boel onder de aandacht te brengen. En misschien die discussie nog een beetje te beïnvloeden. Maar elke keer als je denkt dat je dat doet, dan blijkt het meestal toch weer niet echt zo te zijn. Dus ik ben daar altijd erg voorzichtig in. Maar je probeert wel een beetje te agenderen soms. Ja, je bent onderdeel van het maatschappelijk debat. En, ja. En satire is niets anders dan iets zeggen in de vorm van een grap. Dus je hebt niet een heel andere doelstelling dan een columnist bijvoorbeeld. Ja. Kwam jouw passie voor satire misschien ook voort dat je iets politiek relevants wilde doen? Ik ben zelf heel erg beïnvloed door comedian George Carlin. Ja. Die heeft, toen ik zeg maar politiek bewust werd, om de 18e, 19e of zo, toen was hij een comedian die heel erg talig was en heel maatschappelijk geëngageerd en heel hard. En dat die taal of zo ontwaakte, dat deed iets bij mij waarvan ik dacht, oh, dit is heel, heel interessant. En ik zat toen op een acteeropleiding, maar ik vond eigenlijk het schrijven langzaam interessanter worden. En dat was ook, toen kwam Jon Stewart ook langzaam op, die heel erg vanuit media-analyses en zo ging werken. Uiteindelijk is zeker in Amerika een hele generatie comedians is een soort van schatplichtig aan Jon Stewart. Ik denk nog steeds, maar ook hier in Nederland. Dus er waren een aantal figuren die een soort van mij heel erg raakten en aan het denken zetten en geïnspireerd hebben. Ja. Jullie maken als een speld vaak ook echt individuele politici belachelijk. Denk je dat jullie het even vaak hebben over iemand als Thierry Baudet als een Jesse Klaver? Dat proberen we wel een beetje. Maar als iemand vaker de media opzoekt met domme dingen, dan gaan we je vaker. Hij maakt satire een beetje zelf. Ja, ik denk dat we zeg maar vroeger iets meer bezig waren met een soort van, dan een soort van balans te vinden erin. En nu is het iets meer, oké, wij staan voor een soort van basale principes van de liberale democratie. En mensen die daar hard tegen ingaan, die pakken we ook aan, zeg maar. En nu is het nou eenmaal zo dat aan de rechterkant van het spectrum basisprincipes van de democratie best wel niet vaak meer in acht genomen worden. Dus ja, dan kom je wat vaker voorbij.
We hebben twee voorbeelden van een artikel over Thierry en eentje over Jesse Klaver. Denk je dat er een verschil is in het soort grappen dat jullie maken over beide mensen? Ik zou zeggen dat doen ze ook een beetje zelf. Ik bedoel, op het moment dat Baudet echt Poetin-adept werd, was het natuurlijk voor ons een rijke... Bijna te makkelijk om te... Ja, het is een rijke voedingsbodem, zeg maar. En bij GroenLinks, die doen ook vaak onhandige dingen, maar ze staan in ieder geval niet achter Poetin, zeg maar. Het is toch een andere orde. Probeer je met de speld wel echt politiek neutraal te blijven, of is dat niet per se het doel? Ik geloof ook niet in dat je neutraal kan zijn. Wat we wel proberen te doen is, binnen het frame van een soort van liberale democratie principes, dat we per thema kijken waar we staan en welke kant we op gaan. Waardoor je in ieder geval binnen bepaalde grenzen een soort autonoom kan opereren. Maar ja, het is nou eenmaal zo dat klimaatverandering schrijven we al sinds onze oprichting over. Nou, zo zijn er genoeg dingen waar we bepaalde kant in kiezen. Zoals ik al zei, satire is gewoon iets zeggen. Dus je moet niet neutraal proberen te blijven of zo. Dat kan ook helemaal niet. Waarom kan dat niet? Nou, satirisch gezien ben je bent maatschappij aan het bekritiseren, dus je bent al niet neutraal. Ik denk zelfs filosofisch gezien, ja, elk mens heeft bepaalde morele ruimte. Daar kan je niet aan ontkomen. Het ontkennen dat je morele oordelen hebt, is het ontkennen dat je van de menselijke conditie, zeg maar. Dus neutraal proberen te zijn is ondoenbaar, zou ik zeggen. Ja, ik denk dat er best wel een linkse ondertoon zit aan veel van jullie speldartikelen. Kan je als VVD'er wel bij de speld komen werken? Ja hoor, er zitten ook behoorlijk rechtse mensen in de speld. Probeer je dat ook echt in balans te houden, of is het niet iets waar je naar kijkt? Het is fijn als je veel perspectieven in je redactie hebt en waarmee het ook af en toe kan clashen. Dus het kan. Het kan, maar jullie zijn er niet actief naar op zoek om ervoor te zorgen dat het een 50-50 balans is? Nee, niet super actief, omdat heel veel van die perspectieven er nu wel in zitten, maar... er zijn altijd andere perspectieven worden verwelkomd, zou ik zo zeggen. Hoe diverser, hoe beter? Er zal niet een soort van een klimaatontkenner van Forum, die gaat het niet heel erg gezellig krijgen op de redactie, denk ik. Heeft 16 jaar satire maken, politiek kritiseren en een beetje het uitlachen van de maatschappij jou cynisch gemaakt? In die zin dat ik, dit heb ik dan een beetje afgegaan misschien aan uit mijn filosofieachtergrond, dat ik vind altijd dat een keuze tussen cynisme en idealisme, het is een beetje een valse tegenstelling in de zin van, je kan een ideaal hebben en wat skepsis bewaren dat het ooit haalbaar is, zeg maar. Je hoeft niet te kiezen voor idealisme of cynisme. Je kan idealen hebben en sceptisch zijn over hoe we daar gaan komen of waar we staan of alle menselijke tekorten die spelen ten aanzien van die idealen, zeg maar. Dus ik probeer wel idealen te hebben, maar ook die skepsis altijd op het toneel te houden. Denk je echt dat het een keuze is? Is het niet gewoon dat je op een gegeven moment zo moe wordt van de wereld die de hele tijd dezelfde fouten maakt en die opnieuw en opnieuw in een crisis komt, dat je cynisch wordt? Het zoveelste klimaatrapport, dan kan ik ook wel een soort van verzuchtend achter mijn bureau zitten, maar ik probeer niet te vervallen in algeheel cynisme. Het is een droom om dat te voorkomen. Een wens. Velen van ons zijn hiermee opgegroeid met de speld. Ik heb denk ik mijn eerste artikel gelezen toen ik 11 was. Ben je ooit wel eens bang dat de speld passé wordt?
Nou, ik denk wel. We leven wel een beetje in een tijd dat de individuen online, de influencers zeg maar, die soort van heel erg vanuit het persoonlijke, dat die meer aangrijpen. Het speelt heel erg indirect zeg maar. Dus je zegt één ding, maar je bedoelt een ander ding. Dat misschien op een gegeven moment uit de mode raakt of zo. Maar ik denk wel dat het idee. Basis van het spel kan je tot in het einde der tijden doen, zeg maar. Dus daar ben ik dan weer niet bang voor. Goed, dan hebben we denk ik nog tijd voor een andere ronde voor publieksvragen. Dus als er nog iemand een vraag heeft, nu is het moment. Dezelfde dame. We kennen natuurlijk allemaal de speld, maar er is ook nog de pin. Dus ik vroeg me af wanneer en waarom de beslissing is gemaakt om die extra tak eraan toe te voegen. De pin komt voort uit vrouwelijke schrijvers van de speld die een soort van hun eigen hoek wilden hebben om over een beetje vrouwen, plot magazine, dingen te kunnen doen, emancipatie als hoofdthema. Hebben. Het komt voort uit een soort wens van vrouwelijke schrijvers om dat daar te kunnen doen. En wij hebben alleen dat podium voor ze opgezet. En er zit wel af en toe wat overlap hoor, tussen speld en pin. Dat is niet helemaal een soort van geen strekken, maar dat is hoe het ooit is ontstaan. Was er nog een andere vraag? Hebben jullie wel eens samengewerkt met Loesje of zijn de twee typen humor te veel verschillend? Zij zijn nooit mee samengewerkt. Ik heb wel eens mensen ontmoet daarvan, maar het is nooit veel meer dan een ontmoeting gekomen. Maar er zit misschien qua gevatheid of zo een soort overlap, dat zou ik kunnen zeggen. Jochem, heel erg bedankt voor je inzichten. Als afsluiter brandt er nog één vraag op onze lippen. Als je een kop moest schrijven voor dit interview, wat zou een kop dan zijn? Oeh. Zet je dan heel erg voor de blok? Ja, je zet me heel erg voor de blok. Kan je hier een kop over schrijven? Licht ongemakkelijke hoofdredacteur komt er niet uit. Daar gaan we mee doen. Heel erg bedankt voor je komst. Aan het publiek heel erg bedankt voor jullie komst en voor al jullie goede en leuke vragen. Zie jij jezelf nou ook zitten aan deze kant van de bank? Dan kan dat, want onze inschrijvingen zijn geopend. Tot 20 maart kan je bij ons inschrijven, dus hopelijk zien wij jullie motivatiebrief en cv binnenkort in onze e-mail. We hebben daar vanavond ook een informatiebom voor. Van 6 tot 8 bij Café de Krater. En aankomende donderdag een eigen pubquiz voor het eerst. Dus meld je daar vooral voor aan. Dat kan op onze website, onze Instagram of op een van onze andere social media platforms. En via onze website kun je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief, zodat je nooit een interview hoeft te missen. Het eerstvolgende interview is op 5 april. En dan zal de ambassadeur in Duitsland, Ronald van Roede, bij ons aanschuiven. Dus graag tot dan.